Goedemorgen iedereen, fijn dat jullie er zijn om mijn boek te kijken. En gaan we over hebben over eigen bedrijf en zelf ontwerp je eigen bedrijf. Dat is een belangrijke tip. Zelf vragen of je een eigen home studio hebt, of je eigen home Photoshop. Je hebt om je eigen echt voor jezelf te zijn en ook je stijl, een eigen lichaamstaal laten zien wat je hebt en wat je moet eigen bedrijf willen beginnen. En dat is één tip. Zorg dan dat je eigen home studio hebt. En een tweede tip. Dus zorg dan voorbereiding herstaat voor je bedrijf. En tip 3. En zorg dan reclame. Lieve kijkers. En als je eigen reclame maakt, je foto voor jezelf hebt en voor je home studio hebt, maak dan een foto voor jezelf en je studio. Hier, en dan ga je combineren en heb je een eigen logo. En daar ga je uitwerken met je home studio. En als je eigen muziek wil promoveren, maak dan een fotootje van de eigen gemaakte orkest. Kun je maken en laten promoveren. En als je niet genoeg hebben om eigen gemaakte bedrijf en dat je ook je eigen draai kan maken. En je bedrijf een eigen draai creëren. Doe om gewoon jezelf te zijn en zelf creëren. Dat is het mooiste en speciaal voor de kijkers en de mensen die kunnen komen kijken. Hetzelfde als de imkerij. Ik hoop dat belangrijke tips gaat het houden. En ik zie jullie bij de volgende video over meer tips en meer bedrijven willen beginnen. Per bedrijf. Dus laat dan ons weten. In mijn kanaal staat een rijk nog maken. Belangrijke tips van je eigen bedrijf kunnen maken. Je kunt altijd naar mijn kanaal. Naar jontanteclipler.com. En niet vergeten, naar YouTube, eigen YouTube website. jontanteclipler.nl. Heel veel kijkplezier nog. En ik zie jullie bij de volgende video. Ik zie jullie donderdag.